met de arts, tevens de voorzitter van de Unie voor Surinaamse Vrouwen, Asha Mungra, spraken wij over de prestaties van deze regering. U hebt reeds het eerste deel gehad uit het vraaggesprek met de arts en de voorzitter van de Unie voor Surinaamse Vrouwen. En vandaag het tweede deel waarin zij dan ingaat op de prestaties van de regering voor wat betreft 2022. U hoort Dr. Anders Asha Mungra. Er wordt gesproken over eenheid van bestuur, maar ja, meerdere mensen hebben dat gezegd. Ik weet niet waar je die eenheid ziet. De enige eenheid die ik zie is alleen maar hij en de minister van Buitenlandse Zaken. En de derde is zijn vrouw. Dat zijn de drie eenheden die we alleen maar zien. Die drie gaan op reis. Toch? Die drie gaan overal zelf bij besprekingen in het buitenland. Er was laatst een klimaattopconferentie. En bij de besprekingen in het buitenland zag ik dus een foto. Die minister die daar aan zat, Chona Hing, de president en de first lady. En daar tegenover neem ik aan dat het onderhandelaars waren. Mijn vraag is, hoe kan dat, dat maak ik voor het eerst mee, dat de first lady aanzit bij een delegatie, neem ik aan, van de regering, die gaat praten met het onderhandelingsteam. Ik weet het niet, maar ik vind dat niet correct. Ik vind het zelfs gevaarlijk. Ik zou je zeggen, mijn vader was iemand, hij zei altijd, zijn vrouw en zijn kinderen, die moeten er niet bij zijn wanneer er zakelijke dingen besproken worden. En ik zeg tegen hem, maar wat is het probleem? Ik luister niet. Nee, omdat jullie beschermd moeten worden ook. Begreep je? Dus ik begreep niet, ook voor het land Suriname, er kunnen toch ook geheime besprekingen plaatsvinden. Maar als voorzitter van de Unie van Surinaamse Vrouwen, zou je toch trots moeten zijn dat een vrouw daaraan zit, nee, op zo'n hoge functie? Dat ze first lady is in zijn functie. Daar mogen we, elke vrouw zegt, mevrouw Venetian, dat is een topvrouw, weet je, first lady. Mevrouw Boutersen ook, die heeft zich keurig gedragen. En het gaat niet om, ik bedoel, je moet een vrouw moet een first lady zijn, hè, dat in de eerste instantie. Maar het gaat erom dat je ook moet weten hoe het hoort. Wat kan en wat niet kan. Je moet je plaats kennen en daarmee weten om te gaan. Als de president uitgenodigd wordt voor een ceremoniële gedoe in het buitenland, dan hoort de first lady daarbij. Ja toch? Maar niet wanneer je voor onderhandelingen gaat. Dan is het toch de regering van Suriname. Stel dat er geheime dingen besproken worden. De president heeft de eed afgelegd. Ik denk dat de minister ook. Toch? Die eigenlijk weet waar. Maar wat voor eed heeft die first lady afgelegd? Wie kan me vertellen nou, het hoeft niet. Toch? We hebben wel Matahari's gehad. Ik weet ook wel niet wat ze kunnen doen. Om maar een voorbeeld te noemen hoor. Maar je kan niet, het gaat erom, het kunnen ook geheime zijn die voor de staat Suriname is. En daar kan je de first lady niet op aanspreken. Want zij is niet in een bepaalde functie of hoedanigheid daar gegaan. Naar Dubai ook. Met die Arabieren. Toch zat mevrouw first lady ook aan. Als ze gaat bij een ceremonie of iets, geen probleem. Maar wanneer je gaat als regeringsdelegatie, toch, dan heb je verantwoordelijkheid. Maar jij kan ook verantwoordelijk gesteld worden voor alles wat daar plaatsvindt. Dus je kan niet aanzitten wanneer je niet in een bepaalde functie daar bent geplaatst. En daarvan ben ik niet op de hoogte. Dat kan je niet, dat kan gevaarlijk zijn. Want de first lady heeft geen verantwoordelijkheid, die heeft geen eed afgelegd. Dus als ik vandaag of morgen geheimen van de staat Suriname wil gaan overbrengen aan derden, als ik dat wil, wie gaat me daarvoor aanspreken? Snap je wat ik bedoel? Dus dat is niet correct. Maar, zoals het nu wordt gezegd, mevrouw Mungra, het is nu de tweede helft voor de regering. Is het nu voor hun een situatie van do or die? Ik moet in ieder geval, ik denk dat ik nog even op terug moet komen, okay, op de vraag die je eerder had gesteld met betrekking tot de vicepresident. Want ik ben even afgedwaald naar de ene. En met betrekking tot de vicepresident, ik denk dat ja, hij graag natuurlijk vicepresident wilde zijn. En ik denk dat ze hem ook de gelegenheid hebben gegeven, vanwege ook natuurlijk de aantal zetels dat hij vicepresident is. Maar ik denk dat in feite dus wat van een vicepresident verwacht wordt, dat dat niet gebeurt. Erger nog, vaker wanneer bepaalde zaken zich voordoen en de pers die vraagt aan de vicepresident, van ja, elke keer dat ik ook hoor is, ik weet er niks van. Ik weet er niks van. Ik weet er niks van. Dus op een of andere manier weet de VP vaak niks van iets wat er gebeurt.
Dus wat beleid betreft en andere dingen betreft, zou ik eigenlijk niet weten wat de toegevoegde waarde van de VP is, laten we dat zo noemen. Snap je? Is hij meer in uw ogen een ceremoniële VP dan? Ik denk dat de bevoegdheden wat een VP heeft, dat niet tot uiting komt in de handelingen. En in feite dat een VP, de Raad van Ministers valt onder de VP. Dat betekent alles wat op een ministerie zo gebeurt, of er zijn vergaderingen, dat de VP daarvan op de hoogte is. Is het dat hij werkelijk niet op de hoogte is, of is het dat hij niet op de hoogte wil zijn, of is het dat hij zegt dat ik niet op de hoogte ben, dan ben ik er makkelijker vanaf. Wat de waarheid is, weet ik niet. Ja. En wat ik u net vroeg, het is nu tweede helft voor de regering, het jaar 2023, is het een situatie van do or die voor hun nu? Voor wie? Voor de regering. Do or die? Ja. Nou, in ieder geval, ik weet niet, als ze nog eigenlijk, ik denk ja, het zou wel goed zijn als ze nog zouden doen, toch? Maar die is, ik denk dat ze wel, die gaat welke zeker voorkomen, want in feite, kijk, als je zegt van oké, doe, dat zeggen ze ook. Ik heb gisteren nog een programma van je gevolgd en alle, tenminste de assemblée die vertelde, ja, dit jaar gaan we handelen, weet je, dus van de ABAP om handelingen gaan plaatsvinden. Maar wat ga je doen? Hoe ga je doen? Waarmee ga je het doen? Begreep je? Daarvoor zie ik je oplossing. De president, wat eerder al gezegd, wat hij beloofd had ook, weet je wel, deskundigen, topmensen, we zijn in een crisis, ik heb het eerder al gezegd, crisismanagement, over die operatietafel heb ik al eerder gezegd, alles gaat op de operatietafel, maar je zit alleen maar half idioten daar. Hoe ga je het doen? De patiënt gaat doodgaan. Ja, toch? De minister Buitenlandse Zaken. Ja, Wiebes. Ja, die heb ik dus ja, in lange dinges achteraan, maar in ieder geval van Wiebes. De minister die had dus dan ook gezegd van ja, toen hem in een vraag gesteld werd, ik dacht dat ik het op een pintje heb gezien, van ja, maar jullie zouden dus ook niet shuffelen, kom je ook met een heel wazig verhaal, ja, maar eigenlijk breekt dat niet de oorzaak te zijn, dat die mensen niet echt deskundig zijn, er zijn andere problemen, et cetera. Weet je, het feit alleen maar, dat de president zegt, hij moet capaciteitsversterking komen, dan beaam je toch dat die capaciteit niet goed is. Het feit alleen maar dat je heel wat presidentiële commissies en ik weet niet wat voor commissies allemaal, betekent toch dat jouw directeur, jouw onderdirecteur en die hele staf daar die je hebt, dat die niet functioneert. Toch dat je al deze commissies moet gaan doen, beaam je toch alleen maar dat je niet goed bezig bent. Dan hoe ga je crisismanagement gaan doen? Wanneer jouw team het werk niet kan doen en je moet steeds hulpdingen gaan zoeken om dat te gaan doen, weet je hoeveel tijd je verliest? Dat betekent dat het nooit goed kan gaan. Wanneer je ontwikkeling wil brengen, is het eerste wat ik altijd zeg. Als je ontwikkeling wil brengen, moet je ontwikkelde mensen hebben die kennis van zaken hebben. En wanneer je voor het crisismanagement hebt, dan moet je dus zorgen dat je topmanagers hebt. Kijk maar, minister van Financiën. Dat we in een land waar we een financiële crisis hebben, dat we maandenlang dat de president geen dingen kan vinden, minister. Dat is toch absurd? Geloof jij dat? Ik geloof het niet. Kijk, het is een verschil. Ik denk dat we deskundigen hebben. Het hoeft niet in je eigen partij te zijn, maar hij had het wel over alle deskundigen die hij in zijn partij heeft. Kan ook elders zijn, als je een topman brengt. Ja. Maar ik denk dat je waarschijnlijk wie je naast je wil nodig hebben. Ik merk dat hier, tenminste in deze regering, dat men in feite een soort closure doet. Alleen maar mensen die ze waarschijnlijk vertrouwen, of die ze kunnen manipuleren, of die ze eigenlijk als een puppet kunnen beschouwen, die wordt omsloten. En al zijn het weer mensen, bijvoorbeeld, ik zeg maar even half idioten, toch? Maar het is iemand die ze dan kunnen, het is een closure. Snap je? Alleen maar wij weten het, alleen wij doen het. Daarop wordt denk ik een besluit genomen, want ik weiger om te geloven dat in de partij dat er niet genoeg intellectueel of mensen zijn die capabel zijn of zelfs buiten de partij. Als het om je land gaat, jij moet presteren, haal die mensen van mij. Maakt voor mij niet uit van welke partij ze komen of zelfs misschien van een ander land moeten komen. Om jouw crisis te helpen. Maar dan zet je een minister daar, die in feite, dus voor financiën, die al reeds bewezen heeft. Hij heeft 2 ministeries geleid en hij heeft het heel slecht gedaan, bleek ook. Dus als je minister die überhaupt al heel slecht werkt en slecht functioneert, dan ga je die man zetten op een belangrijke post. Als financiën. Dat zeg je toch al genoeg. Dat de wil niet aanwezig is
om werkelijk je land tot ontwikkeling te brengen en problemen op te lossen. Dat willen ze niet. Dat is het probleem. Ja. De wil is er niet. We hebben te maken met buitenlandse zaken. Wat gebeurt er op buitenlandse zaken? Heb je dat ooit afgevraagd? Je moet dat misschien vragen. Er wordt een directoraat, of ik weet niet hoe je dat noemt, van buitenlandse zaken wordt dus geplaatst. Ik weet niet of het dan de Broekepondenland, of ik weet niet waar dat is. Ja toch? Je hebt een ministerie van buitenlandse zaken met heel veel mensen daar die in dienst zijn. Die waarschijnlijk ook natuurlijk de know-how hebben. Maar dan ga je dat afsplitsen, dan ga je daar een eigen ding zetten. Weet je wat voor mensen daar zijn aangenomen? Heeft even de assembleeleden ooit gevraagd, wie zijn die mensen die zijn aangenomen daar? Toch? Want wat gebeurt met al de internationale besprekingen die gebeuren, et cetera, van buitenlandse zaken? Waar komen die dingen terecht? Want ik begreep dat altijd moeten die dingen ingeboekt worden bij het ministerie. Ik zeg maar, brief van elk land, brief van daar, correspondentie tussen landen, zodat elke andere minister die komt, inzage heeft in die dingen. Wat gebeurt daar op het directoraat van Bisa-minister? Is het een gesloten gemeenschap? Wie zijn die mensen die zijn aangenomen? Zijn het ook family en friends? Wie zijn de ambassadeurs? Dat weten we, maar wie zijn de secretaris? Ik begreep als eerste, tweede secretaris en de derde. En ik begreep dus ook dat meestal heb je iemand die ouder is, daar meer ervaring, die klimt op naar eerste secretaris, want die weet meer. Maar ik begreep dat de eerste secretaris daar niet zijn van de mensen die al uit ervaring zijn, maar dat het waarschijnlijk ook family en friends zijn. Laat de mensen daarna ook gaan kijken wat er gebeurt, want dat is ook belangrijk. Ja toch? Wanneer met delegaties meegaan, wanneer mensen weggaan, dan is het de eerste secretaris meegaat die geen ervaring waarschijnlijk heeft. Maar degene die met ervaring heeft, die wordt lager daar geplaatst, terwijl die meer ervaring heeft. En dat wordt ook gepaard met het geld dat je krijgt. Toch? Wie zijn allemaal gestuurd toen naar Dubai? Welke mensen van Bisa zijn gestuurd? Wie zijn ze? Die eerder al zijn geweest met geld van het volk, dat maanden daarvan tevoren moesten voorbereidingen zijn gebeurd. Wat is gebeurd daar in Dubai? Welke dingen hebben we binnengehaald voor Dubai? Voor die investering die daar gepleegd is. Ik bedoel, dat is toch geld van het volk? Waarom vraagt men dat niet? Om te kijken hoe het op die manier gaat. Snap je? Dus ik denk dat als we kijken van wat er allemaal om ons heen gebeurt, dat niet correct is.